Ik ben Paul van der Laar, directeur van Museum Rotterdam. Ik ben Saskia Bak, ik ben directeur van het Fries Museum. Ik ben directeur van het Centraal Museum. Mijn naam is Michel van Marsegeen, directeur van Paleis het Loo. En ik ben heel blij dat we mee mogen doen met het prachtige project Modemuze, wat ons de gelegenheid geeft om onze rijke kostuumcollectie veel beter onder de aandacht te brengen. Toen ik op de hoogte werd gesteld van Modemuze, raakte ik direct geweldig enthousiast. Want ik denk, dat is een uitgelezen kans om al die verschillende collecties, al die verschillende expertise bij elkaar te brengen. De musea die zijn aangesloten hebben hele goede, bijzondere, kwalitatief hoogstaande mode- en kostuumcollecties. Helaas kunnen we die niet zo vaak laten zien vanwege de kwetsbaarheid. En daarom ben ik ook zo blij met Modemuze, want dit is een ideale manier om die mooie collectie ook aan het Nederlandse publiek te kunnen laten zien. Ik ben Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum Den Haag. Door Modemuze kunnen we veel meer gaan delen en dat vind ik heel erg belangrijk. Ik ben Paul Spies, ik ben directeur van het Amsterdam Museum. Modemuze is dé kans om nationaal al die prachtige modestukken, al die textielgeschiedenis bij elkaar te brengen. Voor het publiek openbaar te maken. Er ook heel veel leuke dingen mee te kunnen doen. Ik vind het eigenlijk ook een hele echte 21ste eeuwse oplossing. En die steeds meer openstaat, waarbij het publiek ook opgeroepen wordt om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan verrijking van de kennis van deze prachtige collecties. Wat is mijn favoriete kledingstuk? Dat is een hele moeilijke vraag, want er schieten gelijk heel veel ontwerpen in je hoofd naar binnen. Nou, in onze collectie zijn een heel groot aantal objecten vertegenwoordigd, vaak uit koninklijk bezit. En één mantel springt er voor mij bijzonder uit en dat is eentje van koningin Wilhelmina van het modehuis Heers. Wat ze veelvuldig heeft gedragen, onder andere tijdens de doop van prinses Beatrix in 1938. Mijn favoriete kledingstuk is het trouwpak van Job Cohen. Job Cohen is in de jaren 70, een beetje als hippie, is die getrouwd. Een soort van suède-achtige stof, maar een kalfsleer. Met van die fijne wijde pijpen die in die tijd waren, in de mode waren. Dat is helemaal geschiedenis. En dan te weten dat die later toch wat stijvere Job Cohen, dat hij als hippie is getrouwd. Dat is natuurlijk fantastisch om in zo'n pak te kunnen laten zien. Ja, mijn favoriet is toch wel de monsterjurk van Bas Kosters. En wat ik zo bijzonder vind is het silhouet is bijna eenvoudige overgooi jurk, technisch goed gemaakt, geappliqueerd, prachtig van kleur. En als je dat hebt over de maker, in dit geval Bas Kosters, eigenlijk is het een soort zelfportret. Maar eigenlijk als ik nog eens even serieus nadenk over wat favoriete collectiestukken zijn, ben ik wel eigenlijk zeer gecharmeerd van de collectie Rotterdamse petten. Al die Rotterdamse jochies die hier opgroeiden, die hier carrière moesten maken. Het staat voor die, je zou kunnen zeggen, die opwaartse mobiliteit die de stad aan het eind van de 19e eeuw uitschat. En het aardige is dat de Rotterdamse pet is ook weer terug in het stadsbeeld. Steeds vaker dragen jongelui weer zo'n Rotterdamse pet. Comme des Garçons bijvoorbeeld, een hele mooie synthetische jurk hebben we in de collectie, waar een soort wervelwind in lijkt te zitten. Nou, dat vind ik een bloedmooi stuk. En dat kunnen we niet al te vaak tonen, maar op de website is het zometeen altijd in te zien. En wat je straks bijvoorbeeld kan zien, is hoeveel prachtige hinderlopers sits wij wel niet in huis hebben. En daar ben ik zelf heel erg dol op. Dat is zo mooi van kleur en zo mooie, glanzende, feestelijke stoffen. Dus daar geniet ik altijd heel erg van. En ja, er zitten zoveel mooie stukken bij. Nederlandse mode uiteraard. Franse mode, maar ook hele mooie Japanse stukken. Het is voor ons heel belangrijk dat dat gedeeld wordt. Er komen veel vragen, zowel van het publiek als van het veld, het vakveld. Behalve dat we van elkaar veel beter weten wat we hebben, kunnen we ook hele interessante dingen met het publiek doen. Het publiek kan tentoonstellingen gaan samenstellen, kan gaan studeren op stukken, kan publicaties gaan verzorgen. Kortom, Modemuze is de absolute openbaarheid van de modecollectie van Nederland.